drums are beating. Baby, me and you. Wat zit je haar leuk? Wat zit jouw haar fantastisch? Ja, joh. Vindt... Wauw, je bent helemaal pretty again. Knap ding. Je kan echt heel knap kijken. Ja. Hallo. Is een beetje hyper. Mups. Ja. Pop. Dit wordt een taartje. Oh, dit kan nog dicht. Hey. Dat ging beter dan verwacht. Want had ik niet verwacht. Ik dacht, ik ga eens struggelen. Maar goed. Ik ga op reis en ik neem mee. Heel veel blikken energie en al mijn cameraapparatuur. Want ik ga naar Naomi toe. En Naomi is een van mijn vriendinnen. En daar ben ik nog nooit geweest bij de paarden. Dus let's go. We gaan op reis. Maar eerst gaan we even langs Inti. Want Naomi komt mij ophalen. En dat is echt nice. Het alweer. Heb je mooie fotootjes, schat? Nee. Ik wil eten. Dat is een mooie plekje. Doggo's zijn vrij. Zitten op de bank met de kip. Het wachten tot de baas er is. Is daar met een kleine vliegtuig iemand aan het vliegen.
Heel cool. Dus wacht op Naomi. Hallo jongens, hallo. Jaina. Kut. We wachten op Naomi. Ja. Daar komt Naomi aangelopen. Is dat Haley? Wie is dat? Waar is Haley? Waar is ze? Oh, daar is ze. Kijk eens, Jaina. Jaina blijft bij mij. Haley is al helemaal daar. Waar is Jaina? Daar is de baas. Is daar de baas? Is daar de baas? Van mijn vriendinnen moest ik deze halen. Ik ben heel erg benieuwd. Hij zet een tasje omheen. Oké, ik ben niet van kleuren. Maar ik heb maar één plekje. Waarom is dit zo moeilijk? Jongens! Oké, heb eens. Oh my god. Dit is amazing. Ik ga hem eens even opdoen. Ik ben echt heel benieuwd hoe het staat. Het is 11 uur en dan besluit ik lekker kastjes erin te zetten. Why? Oh, maar goed, dit is uiteindelijk het wel waard. Om dit, deze garage op te ruimen, het is niet normaal. Als eerste, nou dit is bijvoorbeeld, oh dat is nog niet leeg, maar die kan weg. Dit is ook een leeg pakje, waarom staat hier een leeg pakje? Dit kan ik hierbij doen. Dan is het al leeg. Oh my god. Oh, en zo. Bakje. En dicht. En zo. Ik dit gebruik ik al nooit, dus ik kan beter iemand geven die het wel nodig heeft. Ik heb echt ziek veel shampoo en zooi die ik alleen in de zomer gebruik. Nou, dit ligt ook al heel lang. Dit spul is leuk. Maar ik kan beter iemand anders blij mee maken bijvoorbeeld. Dit is van mijn bit. Dat kan ook weg. Oh my god. Nou, ik zal de timelapse even aanzetten. Sowieso zien dat ik eindelijk een keer in net opgeruimd en dat ik nu weer mijn EHBO-doos nodig heb. Nog eens? Het houdt niet op, hè? Nee. Deze. Dit spul is echt. Dit heeft blauwe ogen. En ik heb het net schoongemaakt. Maar je hebt hier allemaal smurrie en het is allemaal hard, dus dit helpt dan. En mijn vrouw is echt vies. Nou ja, het valt best mee. En we gaan weer vliegenspray op doen. Maar ze heeft echt een paar rake tikken gehad. Ben je aan het vechten? Dus dit is allemaal oppervlakkig gelukkig. Dus hier hoef ik niet zoveel aan te doen. Maar het ziet er wel stom uit, hè? Van die voeten op je. Het is ook gewoon best wel hard. Ja, schat. Ben je aan het vechten? Aan het vechten. Oeh. Oh, eens. Dit is toch niet handig. Nou, op zich valt het mee. Die moet nog drogen. We hebben les gehad. Kijk eens. En je bent lekker bezweet. Dus we gaan even douchen. Ja. Oh my god. Dat is wel even nodig. Ik had het lekker vol banjeren met zand. Ja.
Vind je het een keer lekker? Normaal vind je dat nooit lekker, hè? Met je spoelen. Heel goed, van jou. Oh, nu zie je dit wel beter. Ik ga dit meteen even insmeren. Oh, wat ben jij mooi! Wauw! Je ziet precies waar ik niet heb gewassen. Ja, oh ja, met de single. Wat zie jij knap! Hi! Ben jij vies? Klein beetje. Oh, wat ben jij vies! Oh. En we zijn weer eens in mijn kamer. Ik heb deze hele week heel veel clipjes opgenomen, wat ik heel erg leuk vind. Maar ik wil het even het een en ander laten zien, want ik heb mijn kamer een beetje aangepast. Want ja, weet je, soms dan wil je opruimen. Het enige chaos is mijn bed nu, want die heb ik niet opgemaakt. Maar ik heb dus dit gemaakt. En dat is dus deze pinboard, dat ik verzamel pins. En deze komt uit Disney en ik wil nog meer Disney pins. Maar hier hang ik dus al mijn pins op met dat fotootje. Is echt super cute, voornamelijk twee Polaroids. Ik heb daar mijn Polaroid camera, daar wil ik eigenlijk wel iets meer mee gaan doen. Maar goed, ik vind het wel gewoon heel cute daar. En daar heb ik ook nog Polaroids en een fan art. I love it. Dit is helemaal weer schoon. Opgeruimd is het niet meer. Maar ik heb hier. Hier zo. Met schoon afwas. Hier een kast. En buiten de deur een kast. Zo van plop. En dan kan ik weer wat dingetjes in kwijt. De mandjes die ik daar had, die staan nu buiten. En dit staat nu hier in plaats van die. En dan kan ik hier wat extra's kwijt. Echt super chill. Meestal ram ik mijn rugzak daaronder nog. En ik heb wel goed hier. Super, super nice. Ik heb ook paardjes opgeruimd. Binnenkort ga ik weer eens een sale doen. Ja. En ik heb mijn bureau laatst opgeruimd. Dus het is nu een gemiddelde chaos, vind ik. En ik heb hem dus ook weer wit geschilderd. Want dat is dus heel hard nodig. En ja, voor de rest is er niet heel veel veranderd bij mij in mijn kamer. Oh, ik heb nog één ding. Eén ding, ja. Ik heb hier heb ik een diorama. Die daar zat met de wolken, heb ik helemaal afgebroken. En daaronder zat nog een diorama die ik aan het bouwen was, heb ik ook afgebroken. Want ik denk dat ik pas weer diorama's ga bouwen als ik ga verhuizen ooit. Of als ik eerst een diorama verkoop en dan maak ik een kleinere voor hier of hier of hier. Wat makkelijker te houden dan zo'n hele grote. Dus ik weet ook niet wat ik met het vakje ga doen, maar ik vind het zonde om dat nog helemaal af te breken. Maar ik heb hier dus laadjes in zitten en ik heb hier nu mijn nieuwe gimbal in zitten. En hier heb ik mijn fotocamera zitten. Super chill. En hier heb ik dan gewoon sluigspulletjes. Die ik gewoon daarachter zet. En die daar kunnen blijven. Heel erg fijn. Want dat stond dus allemaal hier los. En hier tussen. Oh, dat was mijn kachel. Maar dat hoeft niet meer. En dit is trouwens een nieuwe folie voor een diorama die ik nog wil bouwen. Maar die ligt hier al te lang. Toen is toch van. Maar goed. Dat was alweer mijn kamer update. Mensen vinden het leuk als ik wat laat zien. Want ja, ik heb natuurlijk alleen dit en verder niet zo heel veel. Dus het maakt niet uit. Ik ben nog steeds bezig met huis en zoektocht. En de vorige keer had ik volgens mij verteld dat ik eentje ging bezichtigen. Maar dat was niet doorgegaan, want ik was nummer 3. En nummer 2, die nam het huis. Super chill! Maar goed, 100 maal en scheepsrecht toch? Dus we gaan gewoon lekker door. En we zien wel hoe het loopt. In ieder geval zeg ik bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je nou leuk om te liken en te abonneren als je het niet hebt gedaan. Ik vond het een hele unieke vlog. Maar ik hoop je het een keertje leuk vond. Een beetje een insight in mijn leven. Zeg ik take care en houdoe!